Nou ja, fijn om deze bijlpaal zo samen te vieren. Wij doen dat een hele week en die week nemen we ook een beetje ruim. Gisteren zijn we begonnen met een huiskamertheater voor de bewoners. Die krijgen later deze week nog een feestelijk diner. Nou, vandaag doen we het een beetje met de officiële mensen. En morgen hebben we ons personeelsfeest, dat is ook jaren geleden. De vrijwilligers zetten we volgende week in het zonnetje en die worden uitgenodigd voor een high tea. En zaterdag hebben we nog een open dag voor Boksmeer en omgeving. En dan zijn we ook weer benieuwd hoe druk het wordt. Dan zien we jullie zo meteen weer bij de rotonde. Dankjewel. We gaan het officiële deel in vieren delen, als het ware. We beginnen zo meteen met het knippen van een lintje met een klein schaartje. En vervolgens gaan we de drie onderdelen van het kunstwerk onthullen. Dat zal gedaan worden door Saskia Boelema. Dat wordt gedaan door zuster Annelies. En dat wordt gedaan door meneer Veldmaat, een van de bewoners van Suriname. Ontzettend bedankt, zusters, voor het mooie kunstwerk. Wij gaan hier ook nog een
educatief bord bij zetten waar het verhaal van zuster Annelies ook wordt opgeschreven, zodat het ook bewaard blijft en gelezen kan worden voor iedereen die hier op bezoek komt. Want wij realiseren ons heel erg goed dat we hier een heel belangrijk stukje historie hebben die jullie hier hebben neergezet. Heel hartelijk dank. We hebben nog een presentje voor jullie. En ik heb net al even zitten kijken. Ah, daar sta je. Judith? Ja, prachtig geworden. Complimenten en dankjewel. Mei, een bijzondere dag in Boxmeer, want we staan hierbij. Sint-Anna. En wat is er vandaag precies aan de hand? Nou, vandaag vieren we de officiële opening van de nieuwbouw Sint-Anna. We hebben al gefaseerd bewoners verhuisd, maar vandaag is de officiële opening en vieren we met elkaar dat we deze mijlpaal hebben bereikt. Nou, kennen wij elkaar wel, maar de mensen kennen u natuurlijk niet. Mag ik even vragen wie u precies bent en wat uw functie hier is? Ik ben Ineke Wever. Ik ben bestuurder van Sint-Anna en ben nu inmiddels in mijn vierde jaar als bestuurder. En in die hoedanigheid heb ik de bouw ook mogen begeleiden. De voorbereidingen, daar was ik zelf niet bij betrokken. Dus het was eigenlijk al een plaatje wat er lag. Maar ik heb het wel vanaf de grond zien groeien totdat het nu is. Ja, want we hebben de eerste steenlegging ook ooit gedaan. En is het inderdaad 4 jaar geleden? Nee, de eerste boren van de eerste paal hebben we 3 jaar geleden gedaan. Een jaar later is de eerste vleugel geopend. Pakweg weer een jaar later is de tweede vleugel geopend. En de laatste verhuizing, dat was ook de grootste, die heeft eind februari dit jaar plaatsgevonden. Dus in krap 3 jaar tijd hebben we dit dus met elkaar gerealiseerd. Ja, van een hele grote bouwput is er iets prachtigs ontstaan, hè? Is zeker heel erg mooi geworden en het klassieke beeld van een verpleeghuis is hiermee ook echt voorbij. Het is mooi, licht, met frisse kleuren en het ziet er gewoon heel vriendelijk uit. Aan hoeveel cliënten, bewoners biedt dit huis plaats? Wij hebben 160 kamers, dus dat betekent ook dat er 160 mensen kunnen komen wonen. En 160 mensen, en dan denk ik aan een heleboel personeel. Ja, en daar hoort ook personeel bij. Eigenlijk kun je dat bijna keer 2 doen. We hebben ongeveer 300 medewerkers op de loonlijst. En als u nu vooruitkijkt, want we hebben even teruggekeken, hoe ziet u de toekomst van Sint-Anna? Nou, ik zie de toekomst van Sint-Anna heel zonnig tegemoet. Want met zo'n nieuw gebouw sta je er gewoon goed op. Het is ook een heel duurzaam gebouw. Maar natuurlijk, in mijn rol heb je wel zorgen. De arbeidsmarkt... Dat ziet er niet goed uit en de vergrijzing neemt toe. Dus er liggen wel vraagstukken hoe we met elkaar die zorg ook in de toekomst mogelijk blijven maken. En dat willen wij vooral samen met de bewoner, met zijn netwerk en met onze medewerkers doen. En dat zal wel betekenen dat we daarin keuzes moeten maken. Maar ook dat de mantelzorgers en het netwerk van de bewoner wat meer een helpende hand zal moeten bieden. Komt u tekort aan vrijwilligers? Nou, vrijwilligers die zijn er nog wel volop. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. En stiekem hoop ik op de mensen die straks met pensioen gaan. Want dat is echt niet iedereen die meteen in kommervolle situatie zit. Dat die ook al een stukje willen meehelpen. En dus misschien wel vanuit een stukje zingeving ook een rol willen vervullen bij Sint-Anna. We hebben mogelijkheden genoeg. Of je nou van koken houdt, van klussen, tuinieren, een wandelingetje maken, een spelletje doen. Er is van alles mogelijk. Nou, ik zou zeggen, fijne toekomst voor Sint-Anna en ook voor u. Dank u wel.